Een spreekbeurt is eigenlijk een soort van presentatie. Een spreekbeurt is een soort PowerPoint die ergens over gaat en over een onderwerp. En daar ga je dan informatie over laten zien. Met special effects en zo. Maar dat onderwerp moet niet al te vaak voorkomen. Anders ja, is het niet meer zo leuk en dan weet je al heel veel ervan. Over de Tweede Wereldoorlog en achtbanen. Bij mij was het onderwerp de Deltawerken. Over chocolade. Indonesië. Op een PowerPoint en een paar keer de tekst lezen. Ik ben op Pont du Hoc geweest. Dat is een plaatsje waar de geallieerden kwamen en die hadden dan die heuvel gebombardeerd. Ik ging eerst met het onderwerp opschrijven. En daarna dan ga ik informatie erover bedenken. Ook met plaatjes op te zoeken die goed bij de tekst passen. En daarna dan doe ik er quiz of vragen bij. Mm-hmm. Ik begrijp niet hoe je een PowerPoint maakt of zo. Dus dat is dan heel onhandig. En ik heb het gewoon met mijn vader die PowerPoint gedaan. Goed spreken. En bijna geen één tekst van het internet afhalen. Dat je goed de klas in kijkt en niet alleen maar op het bord. Okay. Ik vind hem te kort als hij iets van 5 minuten duurt. En te lang als hij 1,5 uur duurt of zo. Even kijken hoor. Wat er in zit, geloof ik. En hoe Mona is ontstaan. En welke tijd het is gemaakt. En ja, dat is het eigenlijk. Ja, en veel succes en doe je best. En kijk goed de klas rond.